oud-minister en vakbondsleider Siegfried Gils is gisteren naar zijn laatste rustplaats gebracht. De afscheidsceremonie is in het SPA-centrum gehouden. Lloyd Riet, voorzitter van de Bond bij Staatsolie, sprak namens de SPA-voorzitter. Hij gaf aan wat Gils heeft betekend voor de partij. Riet zei veel te hebben geleerd van Gils, vooral wat betreft vakbondsstrategieën. Hij benadrukte dat Gils in een hele moeilijke periode heeft gediend als voorzitter van de Bond bij Staatsolie. Waar er moed en durf voor was, daar is hij geweest om de werknemersorganisatie te vestigen en herkennen. En het zijn momenten geweest waaraan ik terugdenk, waar hij enorm in het belang van de werkers uitspattingen zijn geweest om me aan het eind te zeggen, toen ik hem zei, hé, zie, je bent miskreken, jong. En dan dacht ik, nee, Lloyd, ik heb de grenzen gelegd. En deze man, deze directie, worden mijn vrienden. Grote vrienden. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, zei dat Gils altijd een stem is geweest voor de werkende klasse. Zelfs als gepensioneerde hield hij zich nog bezig met de belangen van arbeiders. In welke functie hij ook heeft gediend. Het zij nou minister, het zij directeur of onderdirecteur bij de SLM, het zij als vakbondsleider, het zij als gepensioneerde, wat voorrang had, waren de belangen van de werkende klasse. Ook tot kort voor zijn dood. Hier is de plek waar we elkaar gisteren precies een maand terug hebben ontmoet. En hij mij nog boodschappen doorgaf voor wat betreft de bezorgdheden, de belangen van de werkende klasse. Robbie Berenstein, voorzitter van C47. Hij sprak gisteren in het SPA-centrum bij de afscheidsceremonie van Siegfried Gils. Gils is 81 jaar geworden.